De politie heeft in de maanden juni, juli en augustus 41 personen in verzekering gesteld voor diefstal door middel van geweldpleging en gekwalificeerde diefstal. Dit deelde Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling voorlichting, vandaag mee op een persconferentie van het Korps Politie Suriname. De bijeenkomst was bedoeld om belangrijke issues te belichten. De zware crimineel Mugabe Forster, alias 50, is vanmorgen aangehouden in het Lange Tabiki-gebied. De politie was genoodzaakt daarbij vuurwapengeweld te gebruiken. Naarden benadrukte dat er op het gebied van berovingen een behoorlijke daling is in vergelijking met het vorig jaar. Je ziet dan hier dus wat data van gekwalificeerde diefstal, braak, beroving en overvallen. We hebben gefocust, zoals ik zei, voor wat dit jaar betreft, juli, augustus. Dan kunt u zien dat de gekwalificeerde diefstal. In juni hadden we 388, juli 387 en in augustus een kleine daling van de stijging van 329. Braak zien we dus dat in juni van dit jaar we 346 hadden, in juli 337 en in augustus hebben we een lichte stijging weer van 340. Wat beroeping betreft zien we dus dat we wel een behoorlijke daling hebben, juni 108, juli 92 en augustus 86. Overvallen, juni 24, juli 48 en in augustus zien we dus dat we weer een behoorlijke daling hebben van 32 overvallen van overvallen. Door de narcotica-brigade zijn 49 personen gearresteerd voor overtreding van de wet verdovende middelen. Ook op dit gebied is er volgens voorlichter Naarden een daling te merken vergeleken met 2017. In 2017 hadden we 59 mensen in verzekering gesteld. We hadden 49 erbij, maar die zijn ingezonden. Dus als we die beide situaties optellen, dan hebben we ongeveer 207 mensen die in feite op de afdeling narcotica brigade zijn verschenen. In verband met overtreding van de wet verdovende middelen. Van die 207 zijn dus 49 naar voren ingezonden. En als we kijken naar dit jaar, dan zien we dat in juni, juli en augustus er in totaal 39 mensen in verband zijn geweest bij de narco, want als ze in beeld zijn gebracht bij de narco. En van die 46 zijn in beeld gebracht bij de narco. En van die 46 die zeg maar bij de narcotica brigade in contact zijn gekomen, zijn 7 ingezonden en 39 zijn in verzekering. Het leeuwendeel is niet meer naar huis gegeven. Want het goed is. Dat was Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Hij sprak vandaag op een persconferentie.